aanwezigheid voor deze raadscommissie. Mevrouw de burgemeester is een beleidsverantwoordelijke en Sophie Strauven als medewerker binnen de administratie. Mevrouw de burgemeester, mag ik u eerst het woord geven? Ja, dankjewel, voorzitter. Het is met heel veel plezier dat ik samen met Sophie Strauven u wat doorneem, het parkeerbeleid. En voorzitter, ik ga terug naar de parkeervisie die we hebben laten goedkeuren in december 2017. En ik moet zeggen dat ze tot nu toe nog altijd even actueel is, maar dat je wel ziet dat er verschillende punten gerealiseerd worden. En de eerste daarvan was dat we vooropgesteld hebben dat de leef- en de verblijfskwaliteit van de binnenstad, dat we die wilden verhogen door ze autoluw te maken. Een tweede, dat we een aanbod zouden realiseren van gratis en betalende parkeerfaciliteiten binnen de stad. En dat die ook op elkaar moesten afgestemd worden in functie van de groepen. En derde, dat was een reductie van het parkeeraanbod op de Groenmarkt. Dat hebben we ondertussen gerealiseerd. En ook het terugdringen van het bovengronds parkeren ten voordele van groen en de zwakke weggebruiker. En dan de bestaande en in aanbouw zijnde parkings, dat we die maximaal bereikbaar moesten gaan maken door een parkeerroute die is in aantocht in het najaar. Dat we strenger gingen optreden op niet gereglementeerd parkeren binnen de stad. Ik denk dat onze politie en de oprichting van de dienstverkeer binnen de politiezone daar in ieder geval een bijdrage toe levert. Dat het tarievenbeleid steeds concurrentieel moest zijn. En dat we de positie van onze stad als attractief handelscentrum, dat we dat ook moeten kunnen versterken. En dan de optie om op termijn het boven- en het ondergronds parkeren in één hand te brengen om een effectief en gecoördineerd beleid vanuit de stad te voeren. Ik heb deze pagina eruit gehaald. Het is een document van bijna 20 bladzijden. Maar in ieder geval nog altijd de moeite om te lezen, omdat ze volledig aansluit op de plaats waar we vandaag staan, hè, een vijftal jaar verder, met onder andere de oprichting van een parkeerbedrijf in 2020. Sophie gaat daar zelfs wat over vertellen. En waar we op het vlak van mobiliteit de zaken één en voor één aan het uitrollen zijn. En dan gaat natuurlijk mobiliteit heel breed, voorzitter. Als we het hebben over parkeren vandaag, is het vooral het parkeren vanuit de wagen bekeken. Maar tegelijkertijd kan ik u al aankondigen dat we bezig zijn met de voorbereiding van een beleidsdocument om te kijken waar we ook kunnen gaan parkeren met de fiets. Even belangrijk als die wagen in die binnenstad. En dat we ook gaan naar een overdekte fietsparking, zowel in parking Gazo als in parking Centrum. Maar dat wordt verder uitgerold de volgende dagen. Zoals jullie weten hebben we binnen het parkeerbedrijf een directiecomité, maar ook een raad van bestuur waar al die zaken die vandaag aan bod komen eigenlijk ook de revue zijn gepasseerd en uiteraard ook de gemeenteraad. Maar ik kan me inbeelden op het ogenblik dat dat goedgekeurd wordt of niet goedgekeurd wordt op een gemeenteraad, dat dat misschien ver is vanaf het moment dat we effectief in werking gaan en zijn gegaan. En dat was 1 september. Met vooral de drie USP's van onze stad zijn Hondstad van Haspengouw, levenskwaliteit en innovatie. En waar we toch proberen eigenlijk rond innovatie ook in te zetten, zeker als het over parkeerbeleid gaat. Maar ik geef nu heel graag aan Sophie, die ook een PowerPoint heeft voorbereid. Prima, dankjewel burgemeester. Sophie, je gaat die waarschijnlijk delen met ons. Goedenavond allemaal. Johnny. Ik ben Sophie aan het inbellen, die was eruit gevallen. Heeft Sophie haar PowerPoint? Ja, maar die heeft ze zelf.
Even geduld. Ze was net in ons midden, dus er zal iets gebeurd zijn waardoor dat ze eruit gevallen is. Is een koffiepauze even, hè. Ik ben ze constant aan het bellen. Zou ze uitgevallen zijn? Ja, ja. Ja, in het slechtste geval kan ik de mail zoeken. Waarin de... Ja, mijn excuses. Ja, maar... daar is Sophie. Ik viel opeens helemaal weg. Mijn laptop viel om onverklaarbare reden uit. Ik kreeg hem ook niet direct terug aan, maar oké. We zijn er. Het werkt terug. Ja, het werkt. De PowerPoint. Die kunnen we misschien delen. Ja. Voilà. Ik had alles klaarstaan. Ja, dus perfect. Normaal gezien kunnen jullie nu de presentatie zien. Ik veronderstel, dus de burgemeester heeft al een korte intro gegeven. Dus wat ik eigenlijk vandaag met jullie wil doen... is kort wat toelichting geven over de verschillende parkeermogelijkheden op ons grondgebied in Sint-Truiden. Het autonoom gemeentebedrijf Trupark, daar heeft de burgemeester daarnet eigenlijk al bij stilgestaan. Dus daar kan ik zo dadelijk heel snel overgaan. Wat ik dan met jullie iets uitgebreider wil bekijken, zijn de verschillende parkings. Ten eerste de parking op de gasometer, dan parking Sportpark, parking centrum, om dan ook even stil te staan bij onze gratis parkeermogelijkheden. En dan tot slot wil ik u nog eventjes meenemen in de communicatiecampagne die we de afgelopen weken hebben gevoerd om die verschillende parkeermogelijkheden onder de aandacht te brengen. Dus zoals net toegelicht, hier staan ze ook nog eventjes, staan de drie belangrijkste doelstellingen van AG Trupark. Zoals iedereen weet, is opgericht in 2020. Dus ik ga hier snel overgaan, aangezien de burgemeester die zo net uitgebreid heeft toegelicht. Parking Gazo. Zoals iedereen weet, is die betalend geworden sinds 1 september 2022. De gasometer parking is een frictieloze parking. Dat wil zeggen dat daar geen slagbomen zijn. De nummerplaten van de voertuigen die binnen en buiten reden, die worden gescand door middel van ANPR-camera's. Het grote voordeel daarvan is dat dat heel eigenlijk gebruiksvriendelijk is. Mensen kunnen heel vlot binnen en buiten rijden. Zeker als je binnen die gratis parkeertijd valt, hoef je eigenlijk niks te doen. Je kan gewoon binnen en buiten rijden. Je hebt geen parkeerticket nodig. Die parking Gazo is 7/7, 24/24 geopend. En dat wil zeggen dat mensen daar eigenlijk dag en nacht binnen en buiten kunnen rijden. Zoals je kan zien is het eerste uur parkeren gratis. Wanneer je toch langer parkeert, dan zijn er een aantal tarieven van toepassing die je hier in deze tabel kan terugvinden. Wanneer je langer dan 1 uur parkeert, zijn er 2 mogelijkheden wat betreft de betaling. Ofwel maak je gebruik van de app 4411. Zet je eigenlijk je automatische nummerplaatherkenning op, wat eigenlijk heel makkelijk is. Die herkent dan dat je onze parking binnenrijdt en je kan dan gewoon via die app betalen. Voor mensen die die app niet hebben, die kunnen uiteraard terecht aan een van onze 2 betaalautomaten, waar er wel enkel met bankkaart, dus enkel bankcontact, Visa of Mastercard. Dus geen cash. Nu, dat staat overal heel duidelijk aangegeven en daar hebben we ook in de folders die ik jullie zo dadelijk ook ga laten zien, hebben we geprobeerd om daar heel duidelijk over te communiceren. Helemaal onderaan deze slide zien jullie dan de retributie. Wat wil dat zeggen? Ja, als je langer dan 1 uur parkeert op de Gazo en je betaalt niet, dan krijg je eigenlijk achteraf bij jou thuis een bon toegestuurd, een retributie. En dat is eigenlijk een vast bedrag van €22. Op onze parking Gazo zijn abonnementen mogelijk. Het is eigenlijk zo om zowel bewoners als bijvoorbeeld mensen
die in Sint-Truiden werken, de mogelijkheid te bieden om een abonnement te nemen. Die abonnementen kunnen aangevraagd worden in de parkeerwinkel op de gasometersite, of die kunnen online aangevraagd worden. De link daarvan vinden jullie hier terug. Er zijn verschillende abonnementsformules. Het grote onderscheid, het onderscheid dat gemaakt wordt, is enerzijds tussen bewoners en tussen niet-bewoners. Zoals je kan zien, als je een niet-bewoner bent, dus als je niet-inwoner van Sint-Truiden bent, dan kan je kiezen tussen twee abonnementsformules. Enerzijds heb je de ruime abonnementsformule, waarbij je 7 dagen op 7, 24/24 kan parkeren. Of je kan kiezen, wat dan vaak eerder is voor mensen die werken, bijvoorbeeld die de trein nemen, zijn het 5 dagen op 7. En dat is dan tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. Voor de inwoners van Sint-Truiden zijn er meerdere abonnementsformules. Daar heb je een abonnement dat beperkt is tot nacht, zaterdag en zondag. En dat heb je dan enerzijds met voorbehouden plaats en zonder voorbehouden plaats. Of daar heb je ook dat abonnement van 7 op 7, 24 op 24, waar je dan ook kan kiezen voor al dan niet een voorbehouden plaats. Bij al die abonnementsformules, zoals je kan zien, is er ook de keuze tussen een maand- en een jaarabonnement. Dus tot zover Parking Gazo. Dan ga ik over naar Parking Sportpark, hè, aan ons Lago Bloesemblad. Ook die parking is net zoals de Gazo sinds 1 september 2022 betalend geworden. Ook dit is een parking waar je zowel dag en nacht, 24 op 24, 7 dagen op 7 kan parkeren. En het is ook een frictieloze parking, hè. Dat heb ik zo net al eventjes uitgelegd wat dat betekent. Het betalend maken van die parking, daarmee wil eigenlijk AG2Park meer parkeerzekerheid kunnen creëren voor gebruikers van het Bloesembad en van de omliggende sportfaciliteiten. Zoals we allemaal weten, zolang als die gratis was, stonden daar ook heel veel mensen geparkeerd die eigenlijk geen gebruiker waren van de faciliteiten daar. Met als gevolg dat mensen die er dan echt moesten zijn, ook geen parking konden vinden. Er zijn dan ook geen abonnementsformules, hè, om ook te vermijden dat mensen die gaan werken of die er wonen, zich er de hele dag gaan parkeren. En er is ook 2 uur gratis parkeren. En dus waar het in de Gazo maar 1 uur gratis is, is er hier gekozen om 2 uur gratis parkeren. Om eigenlijk sporters, hè, dat is eigenlijk berekend, die tijd, die 2 uur, op basis van de gemiddelde tijd dat sporters doorbrengen, in Lago Bloesembad of in een andere sportfaciliteit. Net zoals Gazo kan je ook hier met 44,11 betalen of aan een van de betaalautomaten. En hier heb ik ook eventjes de tarieven in die tabel gezet. Die tarieven zijn verschillend van die van Gazo. Als je bij Gazo net keek, dan wordt het eigenlijk wat goedkoper naarmate je langer parkeert. Hier zijn vooral die eerste uren eigenlijk zeer laag gehouden. Als je ziet tot 4 uur... kun je eigenlijk parkeren voor 2 euro. Dat eigenlijk om ervoor te zorgen dat de gebruikers van het sportpark goedkoop parkeren. De retributie is hetzelfde als op Gazo, ook 22,10 euro. Zelfde werkwijze, parkeer je langer dan 2 uur en je betaalt niet, dan krijg je thuis een retributiebon toegestuurd. Parking Centrum. Die parking is op dit moment nog wordt uitgebaat nog door Indigo. Daar is de exploitatie nog niet in handen van AG Trupark. Ook die parking is 7 op 7, 24 op 24 geopend. Dat is wel een parking met slaagbomen nog. En daar kan je aan de betaalautomaat ook betalen of met 44,11. En ook daar zijn verschillende abonnementsformules. Die heb ik hier niet allemaal opgenomen. Wat ik hier wel even opneem, zijn de tarieven die op dit moment gelden in het parkingcentrum. En zoals je ziet, wordt daar een onderscheid gemaakt tussen piekuren en daluren. En wordt daar ook een onderscheid gemaakt naar gelang de dag waarop je parkeert. De tarieven van zondag tot en met donderdag zijn verschillend van die op vrijdag en zaterdag. Maar je kan zien dat het vrijdag en zaterdag duurder is dan op de andere dagen. En in de piekuren het ook een ander uurtarief is dan in de daluren. En in het parkingcentrum is het zo dat het gratis parkeren beperkt is tot 30 minuten. De gratis parkeermogelijkheden
Ook die zijn er nog aanwezig. Iedereen heeft intussen kunnen bekijken wat de plannen zijn voor de veemarkt. En daar is eigenlijk ook ervoor gekozen om ook daar de gratis parkeermogelijkheden te behouden. En dan in de toekomst zal er ook nog een nieuwe gratis parkingsstadsrand komen, waar men nog een 180 extra parkeerplaatsen wil creëren. Dus zoals ik zei, hebben we de afgelopen weken toch wel geprobeerd om mensen goed te informeren over de veranderingen in zaken het betalend parkeren, vooral dan Gazo en Sportpark. Men is daar heel actief gaan flyeren, met specifieke flyertjes. En we hebben ook een drieluik folder ontwikkeld vanuit AG Trupark, waar eigenlijk al die parkeermogelijkheden in onze stad nog eens mooi en overzichtelijk gebundeld staan. Dat is ook de folder die je op dit moment overal in de stad bij alle handelaars kan terugvinden. En die denk ik toch wel een mooi overzicht biedt van alle parkeermogelijkheden. Dan de digitale bewegwijzering is iets wat op korte termijn ook nog voorzien wordt om eigenlijk bezoekers van ons centrum vanaf de gewestwegen toe te leiden naar de verschillende parkeermogelijkheden, waar de mensen ook aan kunnen zien van op die parking zijn er nog vrije plaatsen. En waar ook de bewuste keuze zal zijn om daar niet toe te leiden naar het sportpark, omdat we die zoveel mogelijk natuurlijk voor de gebruikers van het sport, van de sportfaciliteiten willen reserveren. Dus die digitale bewegwijzing die is er nog niet, maar die is dus op komst op korte termijn. En dan tot slot, misschien hebben jullie dat allemaal gezien, maar ik wou het toch nog eens eventjes meegeven, hebben we het filmpje dat we via verschillende kanalen hebben proberen delen. En ik ga dat hier ook nog eens eventjes laten afspelen, denk ik. Het duurt maar enkele minuutjes voor de mensen die het misschien toch nog niet zouden gezien hebben. Voilà, tot zover. Ja, dank u. Dank u, Sophie. Er zijn twee handjes al een tijdje. Eddie is er terug. Ja, maar de presentatie is ook ten einde. Het is nog een eindslide. Bedankt voor jullie aandacht. Eddie, dus ik zal het delen ook stoppen naar voorzitter. Dat gaat misschien iets makkelijker. Hè? Voilà. Eddie, alsjeblieft. Ja, goedenavond iedereen. Nu, in verband met Lago, er zijn mensen die veel klagen daarover. In verband met vorige week ben ik aangesproken geweest door een meneer die problemen had met zijn app van de 4411. Hij had zijn auto daar geparkeerd en het nummerplaatherkenningssysteem werkte niet. Zondagmiddag ben ik terug opgebeld geweest door een koppel die dat ook probleem hadden. En vandaag ben ik ook geweest in Lago. En ik heb mij laten vernemen dat er nog eigenlijk problemen zijn met sommige nummerplaatherkenningen doen ze niet. Ja, dus hij gaat in het systeem en dan uiteindelijk kunnen ze zien dat de nummerplaatherkenning niet... Ja, dat is heel logisch, dat laatste. Hè. Stel dat ik een slecht karakter ben, wat sommigen wel geloven, en ik maak van mijn nummerplaat RDC... Nee, wacht. Wacht even, dat kan. Mensen maken een nummerplaat anders. Er zijn ook nummerplaten die niet herkend zijn binnen het systeem. Dat is logisch, ja. En als er vragen zijn, misschien, ik zou dat in ieder geval doen als beleidsmaker, ik verwijs die allemaal door naar de parkeerwinkel. Allemaal, want daar worden de oplossingen geboden voor ieder dossier. Ik kan u tientallen voorbeelden noemen. Stapt in mijn auto, rijdt mee, de 4411 werkt perfect. Maar dat kan eens zijn. We hebben van die calamiteiten gehad, hè, Sophie? Een aantal mensen die... En die worden geholpen, want dat is niet de bedoeling. Nu, tussen haakjes, in ieder parking
In heel Vlaanderen of België is het nooit dat 100% alles onmiddellijk functioneert. Hè? Dus, maar die worden geholpen. Ja. Nu, goed. Maar waar ik het heel moeilijk mee heb, is dat er mensen die daar werken, een kuisvrouw, die verdient daar €1200. Ja? Die moet dan eigenlijk zien naar haar energiefactuur. Die weet niet hoe ze het gaat betalen. En dan als ze moet gaan werken, moet ze nog eens betalen voor parking. En ik vind dat heel erg voor die vrouw, want die vrouw was aan het janken tegen mij. Hoe ga ik nu naar mijn werk toe? Ik moet betalen voor mijn werk en mijn energiefacturen, die kan ik nu al niet betalen. En als ik nu naar moet gaan parkeren, ja, dan ja, naar daar moet gaan en ik moet parkeren, moet ik nog betalen daarvoor ook nog. Ja, en die vrouw die was ja, compleet overdonderd. Dus uiteindelijk, ik vind dat we daar iets moeten aan doen. En ofwel afschaffen, laten we dat zeggen. Gratis. Ja, doet er iets aan. Doet er iets aan. Ik zeg, ik heb de woord gratis niet gezegd. Ik zeg, doet er iets aan. Het Trupark bedrijf, je zit in de raad van bestuur, je hebt dat meegemaakt van bij het begin, ja, is een bedrijf wat moet zorgen... Nog even voorzitter. Ja, maar een bedrijf moet zorgen, een parkeerbedrijf moet zorgen dat wij geen massale verliezen hebben. Want dan komen we met de factuur bij de stad. Maar als de stad voorstellen wil doen om bepaalde groepen nog extra te steunen, dat is altijd mogelijk. Maar het parkeerbedrijf kan dat niet. Marleen gaat just lopen. Sorry. Anders wachten we even, zeg maar. Ik wou de deur dicht doen, omdat de buurman het gras aan het maaien is. Ja. Een vraagje van het sportpark, de parking sport. Is dat doorlopend betalend of is dat tot 10 uur 's avonds betalen? Want daar vind ik nergens iets van terug. Ja. Het is doorlopend. Ja. Dus als ik om 11 uur 's avonds daartoe kom, en moet dan ik ook nog betalen? Ja, of als je minder dan 2 uur parkeert, niet. Maar anders zijn de tarieven geldig, zoals weergegeven op de site. Dag en nacht zelf. Ja. Ja, zoals ik zei, 24 op 24, 7 dagen op 7 geopend. Wat wil zeggen dat de tarieven ook gedurende al die momenten van toepassing zijn. Ja, want in de stad, als we daar parkeren, vanaf hoe laat, 7 uur 's avonds, moeten we niet meer parkeren. Ja. Moeten we niet meer betalen. Ja, en op die parkings moeten we wel dag en nacht betalen. Maar ik denk dat we dan weer het gevolg zouden hebben, allee, als het om 6 uur niet meer betalend is, het is ook op dat moment dat heel veel mensen gaan sporten. En dat ook die mensen net parking willen hebben. Anders komt iedereen thuis van zijn werk, als je het gaat gratis maken. Allee, dat is nu mijn eigen... dan gaat iedereen. Ja. Dus dan hebben weer de mensen eigenlijk die gaan sporten, denk ik, geen plaats, hè. Ja. Dus dat zou hoe laat is de Lago open? Ik denk dat de Lago... Het zwembad. Ik weet het niet, maar like sommige sportfaciliteiten, like de tennis en zo, is wel makkelijk tot 10 uur, denk ik. Ja. Wel, waarom kunnen we dan niet vanaf 10 uur zeggen dat... Want dan zijn de parkeerplaatsen toch niet meer nodig voor naar het sportcomplex te gaan. Waarom kunnen we dan niet zeggen dat tot 10 uur betalend is en vanaf 10 uur tot... 's morgens er 7 uren dat het gratis is. We hebben in de schoot van parkeerbedrijf gezegd dat we na een aantal maanden zouden evalueren. Hè? Dus we gaan dat meenemen. Ja, is goed. Oké, dat is een heel logische redenering. Oké, prima. Nog iets, Marleen? Nee, dat was mijn vraag. Eddie heeft zijn handje opgestoken, alstublieft. Ja, ik blijf erbij. En ik ga misschien nu een zware uitspraak doen. Maar voor mijn part... Trupark, dat hadden ze niet mogen oprichten en dat zouden ze moeten afschaffen. Ja. Dat is mijn idee. Ik vind dat heel merkwaardig, omdat jij in Trupark ook een aantal keren fors hebt meegestemd. Ja. Dat vind ik heel merkwaardig. Ja. Maar toch blijf je erbij als dat moet. Ja, natuurlijk. Ik begrijp je frustratie. Dat is een koppijn, voorzitter. Daar moet je geen koppijn van hebben. Dat is in andere steden ook. Maar je hebt van bij het begin daar aan meegewerkt, vreemd. Natuurlijk. Dank u wel. Daar nemen we akte van, maar die wordt niet gedeeld door iedereen. Erwin, alsjeblieft, aan u het woord. Micro, ja, voilà. Goedenavond. Ja, even verder gaan. Eddie zijn gegeven van begin daar, inderdaad. Dus ik moet ons toch bij nadenken. We moeten eens een keer terugkomen, raad van bestuur. Toch mensen die in de stad werken. Je hebt bepaalde ook knelpuntberoepen en zo. Mensen moeten soms van alles slepen, van links naar rechts. Inderdaad, ofwel gaan mensen zich moeten gaan parkeren die dan werken verder van de stad af. En dan moet je een stuk te voet komen, of veel ver te voet komen. Wat soms onmogelijk is. En twee, ik zou toch eens ervoor nadenken voor die mensen ergens een bepaalde tussenkomst te geven, een abonnement. Dan, want één, als je toch over het financiële bezig bent, dus ja,
een lege plaats brengt ook niet op, hè. Dus. Klopt. Ik denk dat we erna gaan kijken een keer toch voor mensen die in de stad werken, daar intussen komen ze toe. Ja. Goed, dan ik prima. Nog een volgende vergadering op de Raad van Beheer. Dat vind ik toch wel een belangrijke gegeven. Sophie is aan het noteren, dat gaan we zeker meenemen. Dat laten we niet links leggen. Oké. Okay. Ja, ik noteer alles. Ja. Onthoud, er zijn nog twee andere parkings. Zijn daar ook vragen over? Want... Mijn vraag was over alle drie. Algemeen, ja. Oké, okay, prima. Caso en Centrum. Centrum is natuurlijk nog iets anders. Indigo heeft tot volgend jaar in de zomer daar nog het beheersrecht, om het zo te noemen. Hè? Ja, Gert, alstublieft aan u het woord. Ja, dank u wel. Dag allemaal. Bedankt voor de uiteenzetting, Sophie. Dat was informatie die we ook wel vonden, inderdaad, via het filmpje en ook op de website van de stad hebben we ondertussen ook wel altijd zo de verschillende parkings met de dingen. Dus ik vind de tussenkomst van de collega's wel nodig en goed. Mijn vraag ging eigenlijk over een uitspraak van Bert, die inderdaad zei van we moeten zorgen dat dat ook niet te veel verlies oplevert of zoiets. Maar het mag niet te veel kosten, die parkings. Nu is mijn vraag, hebben jullie zicht op de bezettingsgraden van de verschillende parkings enerzijds? Volgen jullie dat op, die evolutie? En zouden jullie die cijfers dan ook kunnen krijgen? En ten tweede, wat is eigenlijk dan de gewenste bezettingsgraad om break-even te zijn per parking? En ten derde, is er misschien vanuit het beleid ook de wil om te zeggen, voor ons mag zo'n parking ook geld kosten? Is het de bedoeling van het beleid om break-even te draaien? Is het de bedoeling om daar winst uit te halen op termijn? Of, wat ik ook kan begrijpen, dat ik zeg, kijk, als de parkings gebruikt worden, mag dat ook een kost zijn, want dat wil dan ook zeggen dat je auto's uit de binnenstad haalt en dat mag ook een prijs hebben. Ja, ja. Voor mij is dat nu onduidelijk. Wat is eigenlijk het lange termijnvisie van het beleid in zaken, het financiële plaats van die parkings moeten ze opleveren? Is het break-even of mag het iets kosten? En welke bezettingsgraad is daaraan gekoppeld? Ja. Misschien zal ik kan antwoorden. Ja. Eerst en vooral... Het is natuurlijk de bedoeling van de stad autoluwer te maken. Dat wil zeggen van het straatparkeren te ontmoedigen. Hè? En daardoor dat dat ook vrij duur is om op straat te parkeren. En dat u ondergrondse parkings, en een mooi voorbeeld is daar de Gazo van, zo goedkoop mogelijk te maken. Hè? Zoals de voorzitter zei, de parkingcentrum is nog altijd tot volgend jaar in concessie gegeven aan de concessionaris Indigo. En vandaar dat die tarieven die je ook terugvindt in de folder, dat je ziet dat die veel duurder zijn. Langs de andere kant is het altijd zo, dat is in alle steden zo, dat een parking die korter gelegen is aan het centrum altijd wat duurder is dan een randparking. Dat is één. Twee, zijn daar cijfers van? Ik hoop u binnen een half jaar of binnen een jaar daar te kunnen op antwoorden, maar niet vandaag. Aangezien wij pas vanaf 1 september, en dat is exact 11 dagen geleden, van start zijn gegaan met de inwerkingtreding van beide parkings. En drie, is het de bedoeling van winst te maken? Nee, het is niet de bedoeling van een parkeerbedrijf van winst te maken. Het is wel de ambitie, en daarom nodig ik u uit, Gert, om zeker de nota van 2017 die op de gemeenteraad is geweest en tot op vandaag nog altijd à jour is, van een visie eigenlijk uit te rollen. En dat wil zeggen een aanbod gaan creëren. Je kan maar een parkeerbeleid gaan voeren als er ook een aanbod is. Ja. Wij zijn gestart met gewoon het straatparkeren, dat was het. En de parking, de ondergrondse parking die gegeven was aan de private concessionaris, was de reden om toch te opteren voor een eigen parkeerbedrijf. En met al respect voor uw mening, Eddy. Dat is om de regie, wat het parkeren betreft, in eigen handen te houden. Ik maak nu eens de vergelijking met Hasselt. Wij zijn Hasselt niet, maar het is toch interessant om die vergelijking te maken. Hasselt heeft zijn ondergrondse parkings voor 30 jaar in concessie gegeven aan een private ontwikkelaar. Resultaat dat die tarieven vrij duur zijn. Resultaat dat de mensen bijna niet ondergronds gingen parkeren. Wat heeft Hasselt gedaan? Ze hebben een ondergrondse parking van 2000 parkeerplaatsen gecreëerd op de Blauwe Boulevard. En daar hebben ze, als ik me niet vergis, 40 miljoen euro voor betaald. Zijn ze heel zwaar intussen gekomen. Dus de filosofie is juist om datgene wat op een gegeven moment... Wij zijn ook een lening aangegaan voor de aankoop van die verschillende parkings. Van natuurlijk ons leningen te kunnen betalen. En tegelijkertijd, als daar overschot is, om dat terug te investeren in het parkeren.
Daarom dat we, je hebt de randparking de Veemarkt, die is er altijd geweest. Ik herinner mij toen ik pas burgemeester was, dat daar bijna niemand ging parkeren. Vandaag is dat een goede bezetting, omdat redelijk wat mensen die in het centrum werken, daar gaan parkeren en op wandelafstand in de stad zijn. En dat is ook de reden waarom dat we gezegd hebben, kijk, we hebben nood aan een tweede randparking. Wij noemen dat de parking Stadsrand. Dus aan de kant van Schuurhoven, het kerkhof, dat we dat gaan ontwikkelen voor 180 gratis parkeerplaatsen. En op die manier heb je eigenlijk twee plekken waar een gratis aanbod is. En dat we zullen gaan bekijken op termijn van, het is toch de ambitie om dat deze legislatuur nog te realiseren, met ook de mogelijkheid om daar zelfs twee snelladers gaan daar komen. Het Vlaams Gewest heeft vorige week een go gegeven dat ze daar twee snelladers willen installeren. En wij als stad nog een paar niet-snelladers, want dat gaat ook over veel geld, om ervoor te zorgen dat je in die stadsrand kunt parkeren. Dus met de middelen die binnenkomen, enerzijds uw leningen afbetalen, langs de andere kant opnieuw herinvesteren in de ontwikkeling van stadsrandparking. Er is ooit een plan geweest, het is heel oud, ik denk dat 20 jaar oud is, om een ondergrondse parking te maken aan Brustenpoort. Om zelfs de Brustenpoort te integreren in die parking. Dat was van DNA, dacht ik. Spijtig genoeg is dat nooit uitgevoerd, maar ik ben ervan overtuigd dat de volgende decennia dat dossier terug naar boven komt. Ja, dank u. Remoot heeft nog het woord gevraagd en dan Gert terug. Eerst Remoot, alstublieft. Oké. Okay. Ja. Ja, ik geloof dat ik dat nogal eens gevraagd heb, hè. Maar het is de, aan het kruispunt naast Steenweg, Spaanse Brug, Klokkenstraat. Hè. Ja. Mijn vraag is, voor die parking aan de linkerkant, juist voor het kantoor van de VLD, hè, voor die op te heffen. Want iemand die van Brustenpoort komt, zit is heel gevaarlijk, hè. Wie uit de Klokkenstraat komt, door die auto die daar staat, hè. Ik geloof dat ik dat nog eens gevraagd heb. Dat heb je vorige keer nog gevraagd. En toen hebben we dat direct doorgegeven. We gaan dat nog eens opnieuw doen. En we gaan eens vragen wat het antwoord daarvan is vanuit mobiliteit. Hè? Want dat lijkt heel logisch wat jij zegt. Hè? Ja. Ja. Oké, Gert, dank u. Ja, maar ik heb gelijk. Dank u, Gert, dat jij nog uw handje opgestoken. Ja, heel kort nog. De burgemeester heeft eigenlijk een heel deel van het beleid verder uitgelegd. Maar ik had eigenlijk heel specifiek de vraag naar die bezettingsgraden. Als in het meerjarenplan staat ook, per parking eigenlijk, hoeveel je verwacht dat daar gaat binnenkomen. Ja. Dat is toch normaal gezien gekoppeld aan de bezettingsgraad. En ik vraag gewoon, zijn die cijfers en zijn die cijfers nog niet, kunnen we die krijgen? We zijn er niet, is dat wat ik zei. Dus we zijn 1 september nu gestart. Dus ik denk binnen een half jaar dat je daar eerst zicht op hebt, Gert. Ja, dat snap ik, maar dat zijn de werkelijke bezettingscijfers. Maar ik bedoel, als je dat koopt, je maakt je een meerjarenplan op, dan zeg je... Dat kunnen we ook vragen aan de financiële... Want anders zal het break-even zijn, dus je verwacht eigenlijk een bepaalde bezetting. Ja, oké, dat gaan we ook vragen, dat kunnen we zeker bezorgen. Ja, de uitdaging is natuurlijk om zo'n hoog mogelijke bezetting te gaan krijgen. Hè. Wat de evidentie zelf is... De NMBS heeft aangekondigd dat ze gaan naar een betaalparking. Eerst was het april, dan was het september, nu is het oktober, we zullen zien. Maar dat mensen zich ook gaan verplaatsen. Je ziet vandaag dat die parking van het station vrij vol staat. Op het ogenblik dat die betalend zal worden. En ze gaan dezelfde tarieven hanteren als wij zelf. En nog iets extra doen voor de treinreiziger. Ja, dan gaat je daar ook weer effecten van zien, ziet je. Maar de parkingcentrum, ja, die cijfers zijn gekend. Hè. Dat zijn de cijfers van Indigo, zoals die er al jaren in concessie hebben. Hè. Als ik me niet vergis, voorzitter, ten tijde van uzelf werden die zelfs voorgesteld, denk ik, in Indigo. Ja, van de raadscommissie. Ja, kunnen we het doen. We komen altijd een heel stuk later. Ik denk dat je nu nog bijna de cijfers hebt van vorig jaar. Klopt, maar dat kunnen we doen. Jean heeft het woord gevraagd. Collega's, ja, ik heb goed geluisterd naar de burgemeester en ik kan mezelf voor een groot stuk terugvinden in haar redenering en het beleid dat ze wilt voeren. Iets anders dan uw voorzitter, want voor haar is het bedrijf in feite gewoon een instrument om het parkeerbeleid te voeren, om het uit te voeren. En daar vind ik ook terecht zo. Het is geen middel om geld te verdienen, het is een middel om ergens je parkeerbeleid te sturen. En in die zin had ik graag de motivaties gehad.
Want ik vraag me nu bijvoorbeeld af, ik neem gewoon het station, als de motivatie is in samenspraak eventueel met de spoorweg om te zeggen, kijk, we gaan zorgen dat er zoveel mogelijk mensen de lijn, de bus gebruiken of de trein gaan gebruiken, ja, dan gaan we ergens iets moeten doen, zodanig dat die beter koop zijn dan diegenen die daar gewoon 24 uur gaan staan, om dat te proberen te stimuleren. Hetzelfde op de grote markt. Als je zegt, we willen zoveel mogelijk relatie op de grote markt hebben, samenspraak met de handel. Ik geef dat nu maar als voorbeeld, dat zou best zo kunnen zijn. En daarom vraag ik mij af, voor al die parkings en voor al die ingrepen die er nu gepland en al beslist zijn, had ik graag de motivatie gehad. Bestaat het of is het mogelijk om een overzicht te geven waarbij dan gezegd, kijk, ons motivatie voor bijvoorbeeld een zwembad is die. Wij willen dat daar bereiken. En om dat daar te bereiken, hè, gaan we die ingrepen doen en die vind je terug via het parkeerbeleid, via ons tabelletjes en via de prijzen die we daar hanteren. Aan het station, daar hebben we een andere motivatie, want daar willen we het anders sturen. Daar tellen we geen tarieven of tellen we wel tarieven. En dat kun je zo voor iedere locatie doen en dat kun je ook doen voor locaties waar bijvoorbeeld gratis is. Waarom gaan we het daar gratis doen? Omdat we iets willen doen voor de langparkeerders en weet ik wat. Maar dat, die motivaties van die verschillende locaties, die zou ik het graag willen zien. Daar zou ik het graag een overzicht van hebben. Want in die zin volg ik volledig de burgemeester. Je hanteert je tarieven omdat je een bepaald beleid wilt sturen. Je wilt de mensen in een bepaalde richting sturen om daar niet te parkeren en daar wel te parkeren. En zij zegt dat nu heel algemeen, en daar kan ik inkomen. Ze zegt, oké, dat was ons visie. En burgemeester, je zult die visie wel perfect kennen. Maar ik had ze graag niet gedetailleerd gezien per locatie, zodanig dat ik ook aan de mensen kan uitleggen, kijk, als je daar moet betalen, dat is de redenering die daarachter zit. En als je daar niet moet betalen, dan zit er een andere redenering achter. Maar dat kan ik dus nergens niet terugvinden. Ja, dat is eigenlijk perfect weerbaar. Dat komt weer te geven. Dat komt ook terug eigenlijk op de Raad van Bestuur en het directiecomité van Trupark. Is daar al heel dikwijls over gedebatteerd. Ik ga het proberen kort samen te vatten. Wat de gazo betreft, daar is de mogelijkheid van abonnementen. Die abonnementen zijn zeer goedkoop, met de mogelijkheid alle gebruikers van de gazo, maar ook de bewoners in de buurt, de mogelijkheid te geven om een abonnement te nemen 5 of 7 dagen per week. Ja? Een dagtarief is 10 euro, 24 uur. Daarnaast heb je de parking van de NMBS. Wij zijn een van de laatste, denk ik, omgevingen in de station waar men het betalend gaat maken. In landen is dat al ondertussen 1,5 jaar, die stook. Men had toen gedacht, we gaan dat onmiddellijk doorvoeren. Ze hebben nu pas eigenlijk een beetje hun inrichting gedaan. Wat wij daarvan horen, want we hebben het een paar weken geleden nog gevraagd, dat is dat zij het heel goedkoop willen maken voor degene die de trein neemt. Met de bedoeling dat degene die de trein neemt, bijna garanties zijn er niet in het leven, maar garantie hebben op een parkeerplaats op de stationsparking. Dat is de insteek van de NMBS. En de rest van de mensen zullen meer moeten betalen. Zij zeggen, zij geven mondeling aan, ik kan u dat niet bevestigen op papier, dat zij dezelfde tarieven zouden hanteren die het parkeerbedrijf heeft gehanteerd in de gazo. Dat is één luik. Het andere luik, en je ziet ook als je op de gazo gaat staan, die tarieven, we gaan naar 0,50 eurocent of 0,75 eurocent vanaf een bepaald uur. Dus je ziet dat heel fel dalen. Met de bedoeling, het idee, een auto is een rat. En ratten moet je onder de grond steken. Dus die auto moet je proberen toe te leiden naar die ondergrond. Vandaar dat dat parkeergeleiding even cruciaal is. Wij weten dat nu, maar een bezoeker van onze stad, ja, die moet je bijna leiden naar zo'n parking, zoals wij morgen naar Turnhout zouden gaan, of een stad die we niet kennen, dat die parkeergeleiding u leidt eigenlijk naar die parking. Twee, dan kom ik op de sportparking. Dat is een heel andere insteek. De sportparking, herinner u, vroeger kwamen daar niet alleen sporters staan, maar ik denk heel veel mensen die in onze binnenstad werkten, gingen daar parkeren. Was daar iets fout aan? Nee, er was op zich niks fout aan. Maar wat is het grote argument geweest van Lago? Lago was aanvankelijk van plan zelf die parking te bouwen. Ja? En zij wilden alleen daar hun zwemmers op, als ik dat zo mag zeggen. En als jij niet ging zwemmen, dan vroeg men 22,50 euro per dag. Ja? Als je daar zou gaan staan, ook al stond je daar maar een uur, dat was hun tarief
dan hebben we gezegd, kijk, als je baas wilt blijven over je parkeerbeleid, dan moet je die parking van het sportpark ook zelf uitbaten. En dan kwam de hele overeenkomst van Lago terug naar boven. Daar stond heel veel in. Wat stond daar onder andere in? Dat voor hun recreatiezwemmers zij €2 aanrekenden, omdat zij ervan uitgaan dat iemand die voor recreatief zwemmen komt, dat die gemiddeld, dat zijn hun woorden, vier uur blijven. Dat is de reden waarom dat de eerste 2 uren gratis zijn. Die debat hebben we maanden geleden gehad. Maar waardoor het 3e uur €2 is, het 4e uur ook €2. En dat is eigenlijk die link met dat recreatief zwemmen. En vanaf het 5e uur is het €4. En dan komt er gewoon altijd €1 bij. Dus de filosofie van, of de achtergrond van de sportparking is dat de sportparking eigenlijk bijna exclusief zou moeten kunnen zijn voor de sporters. Kunt je dat zo voorzien in een reglement? Nee, iedereen kan daar gaan parkeren. Maar in de parkeergeleiding gaan we de mensen niet toeleiden naar de sportparking. Want Lago heeft meermaals gezegd, kijk, die parking moet er zijn voor onze sporters. Dat is ook het element geweest, en dan anticipeer ik een beetje op wat Eddy zei, rond hun personeel. Wij dachten aanvankelijk dat dat over een echt een beperkt aantal ging. En we hadden daar zelfs al gedacht aan een oplossing. Maar uiteindelijk zeggen zij, ja, wij hebben 50 personeelsleden. Wij eisen van die 222 parkeerplaatsen 50 parkeerplaatsen op voor ons personeel. Ja, daarvan hebben wij gezegd, ja, dat kunnen wij toch niet maken. Het zijn jullie altijd die gezegd hebben dat die parking moet bijna voorbehouden kunnen zijn voor onze sporters. Maar Lago, je hebt de mogelijkheid om een abonnement aan te... Wij hebben de mogelijkheid om in de parkingcentrum een abonnement aan te bieden. En je kan daarin tussenkomen. Zoals je weet, voor degenen die lid zijn van de politieraad, in de periode van niveau, wat was het, terrorisme 3 of 4, hebben wij op een gegeven moment beslist in het politiecollege, en dat is ook bevestigd door de politieraad, waarvoor dank aan ieder die daarin zit, dat al onze werknemers van de politiezone kunnen parkeren in het parkingcentrum. En de politiezone komt tussen in het abonnement. Ik wil er het bedrag van af zijn per persoon. Maar wij komen daar intussen. Want natuurlijk, Indigo heeft destijds gezegd, als je zoveel abonnementen afneemt, dan kunnen wij je een korting geven. Dus ik weet dat dat een succesformule is vanuit de politie. Wat ook wel logisch is. Dus om terug te komen op de parking van het sportpark, hebben wij tegen de mensen van Lago gezegd, kijk, het staat u vrij om inderdaad een abonnementsformule te nemen in de parkingcentrum. 3, waarom zijn er geen abonnementen op de parking sportpark? Eigenlijk is dat logisch, omdat we willen vermijden dat heel wat mensen die daar in de buurt dan komen, ja, een abonnement gaan nemen op die parking. Terwijl initieel, jaren geleden, het idee een beetje was zoals de Gazo, van daar zullen ook wel andere mensen kunnen komen parkeren. Maar het is Lago bij uitstek die de voorbije maanden altijd gezegd heeft van kijk, wij moeten die 222 parkeerplaatsen moeten toegeleid worden naar onze sporters. Daarboven, en dat weten we, dat het is niet alleen Lago, er zijn nog andere sportaccommodaties die zich situeren op dat sportpark. Dus dat is de tweede, dat is de insteek daar geweest. Dat is ook de reden waarom dat er geen abonnementsformule mogelijk is. En ik ben ervan overtuigd, we zullen zien, na een half jaar evalueren, dat ze zien wat het parkeren gaat brengen van de Olympialaan en het parkeren gaat brengen in de Fruitwijk, Johnny. Want het zou wel eens kunnen. Je weet, mensen zoeken altijd oplossingen. Ja? En mensen gaan dan verder parkeren. En vandaar eigenlijk dat de mobiliteitsdienst van de stad al heeft aangegeven van we zullen toch ook de oefening, en die oefening is al gemaakt, om de blauwe zone te gaan uitbreiden. Hè? Ik geef een ander voorbeeld, dat is de Kattenstraat. Jullie kennen allemaal de Kattenstraat. Hè? Daar komen nogal eens opmerkingen en bezorgdheden. Bezorgdheden is nog zacht uitgedrukt. Van mensen die daar wonen, die zeggen, eigenlijk is dat toch godsgeklaag. Wij kunnen nooit hier parkeren. En dat kan ik alleen maar bevestigen doordat er nogal wat personeelsleden van de stad zijn die daar gaan parkeren. Maar dat is geen blauwe zone, dat is geen betalende zone. Dus die mensen mogen dat. Maar vandaag hebben we geen middel om dat te voorkomen. En dan 3 is er de parkingcentrum.
Ja, de parkingcentrum is inderdaad uitgebaat door, en wordt nog altijd uitgebaat door Indigo. Die hebben hun tarieven, die hebben ook een abonnementsformules, die toch wel succesvol zijn in die zin dat er nogal wat mensen die in de stad werken een abonnement daar hebben. Zelfs ook mensen die in... die op het stadsbedrijf werken, die een abonnement hebben in de parkingcentrum. En dan hebben we vorige week een werkvergadering gehad. We hebben ze uitgenodigd, de mensen van Trudor, om te zeggen van, kunnen we niet eens nakijken, kunnen we niet eens onderzoeken of er geen mogelijkheid is om punten te verzamelen op uw shop en de citykaart, die je dan kunt omzetten in parkeergeld of in parkeertijd. Hè. Natuurlijk, dat heeft een kostprijs. En zoals de voorzitter zei, dat moet betaald worden. Maar dan zal het aan Trudor zijn om eigenlijk ook die tussenkomst te doen in die tarieven. Zoals we dat doen met de politiezone, komen wij ook tussen met publiek geld voor ons personeel. Vandaar dat ik naar de algemeen directeur al meermaals in het verleden gezegd heb dat zij toch ook eens moet nadenken over het parkeren van haar eigen personeel. Want in die Gazo werken ook heel veel mensen die inderdaad, die je kunt linken aan het stadsbedrijf, maar je kunt het moeilijk doen voor de een wel en voor de ander niet. Dus daar moet eigenlijk een lijn komen vanuit het stadsbedrijf en dat heeft een prijskaartje. En dan krijg je weer het omgekeerde, dat men zegt, ja, nee, liever niet een parkeergeld, we zullen het fietsleasen gaan promoten. Dus daar is nog het laatste woord niet van gezegd. En daarnaast, en dan, dat is het laatste wat ik wil benoemen, dat is eigenlijk, je moet ergens, zoals in alle steden, aan de rand van uw stad gratis kunnen gaan staan. Daar zijn we het allemaal over eens. Onze stad is groot en ze is niet groot. De Veemarkt, alom gekend. Zoals ik zei, jaren geleden ging daar bijna niemand staan. En plots wordt dat toch ontdekt. En kunnen daar toch nog altijd, zelfs als het af is, een 420 parkeerplaatsen. Maar dat is niet voldoende. Als we morgen die werknemers van de stad kunnen motiveren om aan de parking van de stadsrand te gaan staan en over het kerk of zo naar de binnenstad gaan, dan heb je een bijkomend alternatief van 180 parkeerplaatsen. En dan, uw werk is niet af. Je zou het eigenlijk in uw visie aan de andere kant van de stad, maar dat is een beetje toekomstmuziek, ook nog een alternatief moeten kunnen maken aan de kant van de veiling Haspengouw. En als je daar ook nog een stadsrandparking hebt, dan heb je een driehoek rond die stad. Dan zou je zelfs een busje kunnen inrichten om eigenlijk die stadsrandparkings te doen. Ja. En dan denken wij dat we een voldoende aanbod hebben. Ik ben daarvan overtuigd, en dat ben ik niet alleen, maar we hebben twee studies in het verleden gedaan. Dat is een studie van KPNG. En dat is een studie van Technum. Jullie kunnen die perfect opvragen. En beide studies gaven toch wel aan dat de stad Sint-Truiden geen parkeerprobleem had. Heel verrassend voor ons. Maar wel een parkeerprobleem de vrijdag namiddag en de zaterdag namiddag. Ziet je? En dan is de vraag, kunt je alternatieven gaan maken? Als de fietsring er komt, dat weten we. Iedereen is voor een autoluwe stad. En de stad moet vergroenen en er moet meer plaats zijn voor de fiets. Maar ik zeg het u nu al, als de fietsring er komt op de Naamse Vest, gaan alle parkeerplaatsen, en dan zijn er heel wat aan de kant 27, ik kan u het aantal zeggen, aan de kant van de Cameo gaan verdwijnen om inderdaad de mogelijkheid te geven van een fietsboulevard, zou ik het nu niet durven noemen, maar om eigenlijk op en af, op en af de Naamse Vest kunt fietsen, maar je hebt dan wel ruimte nodig voor die fiets. Dus dat is een keuze, een bewuste keuze die we maken om inderdaad ervoor te zorgen dat die stad autoluwer wordt. En als we er dan nog in slagen, en ik hoop echt waar dat jullie daar eens ook mee over nadenken, dat onze grote markt, ik zal niet de burgemeester zijn die de grote markt autovrij maakt, maar ik zal wel de burgemeester altijd zijn die zal pleiten dat de grote markt een eindpunt moet zijn van uw autorit. Gestopt, geparkeerd en je doet uw boodschappen. Ja, en geen kruispunt. En vandaag is het een kruispunt door het hele debat van het paaltje naar beneden te laten gaan van de Zoutstraat. Maar dat is eigenlijk de totaliteit van een parkeervisie. Ik kan nog lang daarover praten, want ik doe dat met heel veel passie en met heel veel engagement. Maar als je mij vraagt naar een visie, Johnny, dan is dat de visie waar je naartoe moet gaan. Zijn we daarin uniek? Nee, we zijn daar niet in uniek. Maakt u daarmee populair? Nee, je maakt u daar niet populair. Maar je kijkt wel vooruit op 15 jaar waar je met die stad naartoe moet gaan.
Ja, ik wil nog. Ik ga het niet zo lang trekken als u, want je hebt uw visie praktisch volledig gegeven. Hè. Ik blijf nog altijd bij mijn vraag. Als je visie wilt resumeren, en de ambtenaren kunnen dat perfect zeggen. Kijk, we gaan dat niet per parkeerplaats gaan we een serieuze motivatie geven. Dat is één. Ik heb er ook uit opgemaakt, en daar kun je misschien direct op antwoorden. De Gazo-parking, zijn wij daar eigenaar van of niet? Ja, ja, daar is Trupark eigenaar van. Trupark is eigenaar van de Gazo-parking. Ja. En Indigo is volgend jaar... Is dat gedaan? Dus nee, dus moment... wij zijn ook eigenaar van de parkingcentrum, maar het is Indigo die de concessie heeft om ze uit te baten. Ja, maar die uitbating is volgend jaar dus ook gedaan. Volgend jaar in juni is die uitbating ten einde. Ja. Dus dat betekent concreet, als jij je visie ontwikkelt, dat jij in feite met Gazo, Indigo, geen rekening meer moet houden. Juist. En dat je dus aan het zwembad, vermits dat je daar eigenaar bent, ook met de mensen van de Van Lago geen rekening moet houden. Ik zeg niet dat je die mocht in overleg gaan, dat is iets anders. Ja, maar strikt genomen beslissen jullie zelf, en dat zijn politieke beslissingen, hoe dat die parkings gaan in de toekomst uitgebouwd worden, wat daar kan en wat er niet kan. Nee. En ik kan het nu eens zijn met je visie, of ik kan het oneens zijn, maar het is een politieke visie, dus we moeten niet meer, zijn niet meer afhankelijk in de toekomst van derden. En dat vind ik een pluspunt. Ik heb daar altijd voor gepleit dat de stad zelf haar parkeerbeleid moet leiden en niet moet geleid worden door Indigo of een bedrijf. Dus dat vind ik schitterend dat je die ingreep al gedaan hebt. Dus voor de rest hoop ik nu dat ik van al die locaties ergens de motivatie krijg waarom dat jullie dat zo doen. Ja. Want ik weet dat er veel mensen zijn die een andere invulling hebben en die misschien beter is, dat zou kunnen, dat weet ik niet, maar die misschien ook slechter is. Dus maar als ik de motivatie ken die je nu voor een groot stuk in feite al opgesomd hebt en waar zaken bij zijn waar ik me kan in terugvinden, dan... zou ik je toch appreciëren, moest ik dat ergens op papier kunnen krijgen. Kijk, bijvoorbeeld ik wil dat gerust eigenlijk eens. Je moet denken, Johnny, wij laten ons ook begeleiden door een expert. En dat is meer bepaald meneer Van den Bergen. En met 40 jaar ervaring in het hele parkeerverhaal in zijn stad Gent. Die ons daar toch ook wel wat in coach. We hebben daar al veel van geleerd. Maar ik wil gerust, voorzitter, samen met Sophie, eigenlijk dat dus uitschrijven per parking... Dat is best doenbaar. Ja, maar ik ga geen commentaar geven op de expert. Ik heb ook in de tijd samengezeten met experts, maar gewoonlijk zijn dat dus geen truienaars. Gewoonlijk zijn dat van grote steden, die daar perfect weten hoe dat de boel dingen. Maar Sint-Truiden, je hebt het misschien in het verleden dikwijls genoeg gezegd, is een stad apart. Dus moeten we ook een parkeerbeleid apart in feite maken in functie van de truienaar en in functie van de bezoeker van Sint-Truiden. En in die zin, wat ik nu voor de eerste keer verneem, want dat heb ik nergens niet teruggevonden, dat is in feite de nieuwe parking die je aanlegt achter het kerkhof een oplossing zou kunnen bieden, dus voor al ons personeel. Dus daar kun je niet voor zijn of daar kun je niet tegen zijn, want er zijn bedrijven die zeggen, mijn personeel moet maar zelf zorgen dat ze parkeren, dat ze ergens kunnen parkeren. Anderen zeggen, nee, ik ga speciaal parkings aanleggen voor mijn personeel. Dat zijn allemaal bewuste keuzes die je doet. Dus nu heb ik begrepen dat die parking er voor een groot stuk komt voor het probleem van het stadspersoneel op te lossen. Ja, het stadspersoneel niet alleen, maar dat is eigenlijk de veemarkt ook. Hè. Vandaag kan dat personeel niet alleen van banken, onderwijs, maar ook de stad daar perfect gaan staan. Hè. Maar dat is bovenop die 440 parkeerplaatsen komen eigenlijk die 180 die je toch wel nodig hebt. Hè. Je hebt die nodig. Ja. Voor je personeel. Ja, die heeft het woord gevraagd. Micro. Ja. Dus eigenlijk de parking van Sluisberg, die is officieel nog niet van ons, of wel? Die is van ons. Jawel, die hebben wij aangekocht. Dat officieel is Ja, daar betalen wij de lening op af. En Indigo baat daar nog altijd uit voor het moment. Ja, tot de zomer van volgend jaar. En dan is het ook de bedoeling, Eddy, volgend jaar Indigo heeft ook het straatparkeren. Het zijn zij die de controle doen op het straatparkeren. Wij zijn ook toe aan een vernieuwing van onze betaalautomaten. Dat bestek wordt nu voorbereid, ofwel voor vernieuwing, ofwel nieuw. Maar ik denk dat we richting vernieuwing gaan. En dat we ook van 80 betaalautomaten naar 40 betaalautomaten gaan. Dus dat we ook daar een efficiëntieoefening gaan doen. Maar eigenlijk met de nieuwe technologie... die ook gehanteerd wordt, want ik moet toegeven, onze betaalautomaten die hebben echt wel hun tijd gehad. Ja. Erwin heeft het woord gevraagd, alstublieft.
Dank u. Nu puur technisch, ik heb het al een paar keren aangehaald. Het belangrijkste gegeven, wat hier nog minder hoort, dat zijn die digitale borden. Hè. Hoe het gaat, naar waar, welke richting. Dat we daar toch heel goed kijken. Want ja. Als die fout zijn, of daar iets, daar heb ik een beetje. Dus dat is het belangrijkste gegeven. Hè. Dat is iets wat we zeer kunnen doen. Dat klopt, Erwin. Volledig mee eens. Op dit ogenblik, op dit eigenste ogenblik, is men die voeten aan het gieten. Die voeten aan het gieten. Dus dat is een project samen van Eslim, de stad en Fluvius. Dat gaat over 19 digitale borden. We gaan ze niet allemaal onmiddellijk kunnen zetten, omdat daar een leveringsprobleem zit vanuit China. Dat is één ding. Tweede, wat komt op die borden? Dat is eigenlijk de toeleiding naar de parkings. En welke parkings zullen dat zijn? Dat is de veemarkt. Dat wil dus zeggen dat we daar ook gaan moeten aanduiden van er zijn zoveel parkeerplaatsen, er zijn ook zoveel parkeerplaatsen vrij. Dat is de parking Gazo. Dat is de parking van Staaien. Meneer Duchatelet doet mee. We hebben er ook alle belang bij dat daar ook naar afgeleid wordt. En dat is de parking... Help me nu eens. Veemarkt, Gazo, Staaien en Centrum. Dus je ziet, op die borden gaat je niet de parkingsport terugvinden. Daar leiden we niet naar af. Maar wel naar de parking Centrum. En we leiden toe via... De ringweg, dus via de Montenakenweg, Olympialaan en zo de Spaanse brug in. En is het nog zo, dus wat toen gezegd geweest is, dat blijft nog, die borden kunnen ook dienen voor andere gegevens. Ja. Dat er stad iets gebeurt of er omstandigheden. Juist, als dat calamiteiten zijn, kun je dat eigenlijk met een digitale tool, zou je dat kunnen veranderen. En als ik me niet vergis, maar nu moet ik in mijn geheugen verder gaan, is daar ook de mogelijkheid van onder een regel... om inderdaad een boodschap op aan te brengen. Maar geef nu toe, als je zelf auto rijdt... ik ben toch zo'n chauffeur. Ik heb niet alles gezien op zo'n digitaal bord. Ik ben gefocust meestal op Centrum, als ik in een stad ben, om te weten waar ik naartoe moet gaan. Maar die komen er wel aan. Johnny, heeft het woord gevraagd? Ja, ik heb nog één vraag. En deze is een parking. Die wordt al dikwijls vergeten. Maar feiten is het ook een parking die voor de mobile homes. Ook naar signalisatie dan naartoe en ook naar inrichting daarvan. Ja. Ja, want in feite is dat ook een parking. Vroeger stonden die op de veemarkt. Dan stonden ze op de kleinparking tegen Begijnhof. Nu staan ze dus aan de ingang van Ter Biecht. Hè. Links als Ter Biecht oprijdt. Ja, daar, maar daar hebben we toch wel iets heel fijn. We weten, en je zult waarschijnlijk weten, dat collega Bert Brees is bezig met de voorbereiding van een ontwikkeling van eigenlijk een parking daarvoor in Melveren. Wat voorzien was destijds in het Europees Speelhof. Dus als dat gaat komen, ja, maar de bouwaanvraag, ik dacht dat hij mij gisteren zei dat hij ze had ingediend, maar ik ben niet zeker. Maar dus voor die mobiles. Wat zeg je? Dat is ook voor mobiles, ja. Dus dat gaat een enorme pluspunt zijn, want Ter Biecht, ja, dat is altijd tijdelijk geweest, maar tijdelijk kan ook eeuwigdurend zijn. Dus we zijn heel, heel blij met zijn private initiatief, wat hij genomen heeft. Hij gaat dat ook privaat uitbaten. En dat gaan we zeker op alle mogelijke manieren ondersteunen. En dat zou bijvoorbeeld in uw bloesemseizoen, zou je dat moeten meenemen. Daarvoor kan die een extra regel bijvoorbeeld dienen. Ja, maar dan moet daar ook in een signalisatieplan van de parkings moet dat ook voorzien worden. Hè? Dat je de mensen met een mobiel home daar kunt naartoe leiden. En die planning, dat is al voor volgend jaar. Ja, ik denk het wel, ja. Dat is de bedoeling. En waar is dat ergens in Melveren? Waar vroeger kan dat de voetbal was. Ja, de voetbalplein. Dat is de spoorweg. De voetbal, waar vroeger de voetbal was. Ja. De voetbalplein. En dat mag daar. Dat is in het Europees Speelhof destijds voorzien. Men heeft toen een screening gedaan van heel het grondgebied waar dat best zou komen. En waarom is dat daar? Omdat dat met de fiets ook onmiddellijk ontsluitbaar is via het Speelhof. Ja. Nee, maar omdat de dingen daar in de tijd weg moesten, de voetbal, hè. Ja. Die zijn daar moeten verdwijnen. We hebben daar toen... Daar is toen een heel... En ook omwille dus van de ondubbeling van de spoor. Ja, want er kan eventueel een tweede spoorlijn bijkomen. En de kantine van de voetbal die lag vlak tegen de dingen, in feite de spoorweg. En dat we toen niet kunnen regulariseren, omwille van het feit, één, dat die tweede spoorlijn daar kwam. En ten derde, omdat dus... Men wilde daar geen creatiezone tussen. Ja. Maar dat is dan nu wel voorzien. Een aantal jaren geleden was het dossier waar mevrouw Hilde Hendricks ingestoken heeft in het RUP. Ja. En toen alle zonden van Israël op haar kop kreeg. Maar, je ziet,
En gelukkig hebben we een privé die daar wilde investeren, want dat is het fantastisch. Je daar je fiets neemt, je zit trek op spelen, of hè? Ja. Oh ja. Oké. Okay. Nog iemand? We weten weer iets meer. Ja. Ja. Roger Klerings heeft het handje omhoog gestoken, Roger. Klopt dat? Ja. Ja. Inderdaad, ik heb mijn hand omhoog gestoken. Ik heb een vraag hier. Ik heb de laatste tijd meerdere mensen die me hier op de Fruitwijk aangesproken hebben of hier een betaalzone zou komen hier in de Fruitwijk. Dat had ik graag geweten. Voorlopig niet, maar zoals ik straks zei, hè, dat we wel de effecten heel fel gaan monitoren van de gasoparking en de stationsparking. En dat onze mobiliteitsambtenaar al meermaals heeft aangegeven, ook als de achterkant van het station ontwikkeld wordt, dat een druk op de Fruitwijk zou gaan toenemen van mensen die zeggen, ja, ik wil toch niet parkeren, dus ik ga nog liever 200 meter te voet. Hè. Stel dat dat gebeurt, dan denk ik dat je daar maatregelen moet nemen voor de invoering van een blauwe zone. Ja. Maar bewoners gaan altijd het recht hebben om daar te parkeren. Hè. Zonder te betalen dan. Ja, blauwe zon is niet betalen. Ja, maar dat is een vraag die ze me hier stelde. Ja. Ik was heel verwonderd, want ik heb altijd vernomen dat de randgemeentes rond de rand, dat de toptrak van daar... Het is alleen dat ze daar allemaal naartoe gaan. Ja, Roger, het zou een probleem worden als al die mensen die niks willen betalen, daar naartoe gaan en daar parkeren. Je hebt het gezien destijds aan de school. Ja, maar dat begrijp ik. De dag dat je dat ervaart, Roger, dan moet je onmiddellijk ook ons een signaal geven, want jij woont daar, jij gaat het snel zien hè, of ervaren. Hè. Maar wij houden daar wel rekening mee. Idem dito met de Olympialaan en de Montenakenweg. Ja, dat is goed. Ja, maar... Burgemeester, ik wil u niet onderbreken, maar je zegt tegen Roger juist, als daar dus betalend parkeren komt, dan mogen de bewoners daar gratis staan. Maar bewoners parkeren is toch altijd betalend? Dat is altijd betalend. Maar de blauwe zone. Dat niet gratis. Ik had het over de blauwe zone, hè. De kaart, twee uur leggen. De blauwe zone, dan heeft een bewoner geen voorrang om daar ergens te staan. Hè? Dan kan het nog dicht geparkeerd zijn. De meeste woningen daar hebben ook wel een inrit. De meesten op Fruitwijk, dat speelt een effect. Ja, maar dat moet je goed in doorgaan. Ja, want als je de bewoners wilt voorrang geven, dan moet je bewoners parkeren, invoeren en dat is ook betalend. Hè? Ja, dat is ook betalend. Ja. Maar die druk gaat verschuiven, dat weet je. De mensen doen dat, sommigen. Oké. Nog iemand een vraag? Voilà, Sophie, we hebben goed genoteerd. Bedankt voor de uitleg, burgemeester. Bedankt voor de uitleg en ook rond die visie. Collega's, morgen is er terug. Als we willen, zien we elkaar. En hou u veilig. Goed? Okay, groetjes, hè. Tot binnenkort. Morgen in de minderbroeders, hè. Morgen is het in de minderbroeders. Niet online, hè. Nee, morgen is het in de minderbroeders.